Mazeik en Asselineck zijn ook de Belgische teams die over goed 2 weken in de Champions League aantreden. Beide hebben zich voor deze Champions League versterkt. Asselineck stelde de Nederlander Marco Klok aan als hoofdtrainer. Klok maakte eind jaren 90 het mooie weer bij Mazeik als speler. En Mazeik kaapte dan weer het toptalent Pieter Verhees weg bij Asselineck. Chris Meertens. Als je jong zit, dan heb je dus een droom om van de Champions League te spelen en heel ver te gaan. En Mazeik heeft die ambities om heel ver te raken. Het niveau is in België veel hoger natuurlijk. En in combinatie met de Champions League die we gaan spelen, is het zeker op sportieve vlak gewoon natuurlijk echt de top. Dus ja, voor mij als trainer, coach, is het een hele grote uitdaging. If you make a nice action like Dirk makes service, Dea makes skill block first tempo. Next Dirk, don't push them too much. They are thinking. De ambitie ligt eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. Om hetzelfde te behalen en eigenlijk ook de continuïteit te vinden. En dus ook de Champions League weer volgend jaar te halen. Dus daarvoor te kwalificeren. Dus dan moet je bepaalde sportieve resultaten behalen in België. Dus dat betekent gewoon weer finale spelen of kampioen worden. We zijn wel meer gedreven op training. Ja, ik vind op training valt het vooral op dat er meer motivatie, meer echt op techniek wordt getraind. Maar zei ik meer gedreven, maar je moet er ook tegen een stoot kunnen. Ik was op het moment zelf toen niet echt veel punten aan het maken of de ploeg aan het helpen. Ja, dat heeft mij een beetje positief aangezet. Goed afgeblokt en nu weer Pieter Verhees, die dan duidelijk de boodschap van Vitaal Heijnen heeft begrepen.